Ja, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe Lunch and Learn. Dit is week 3. Vorige week hadden we nog Daan Thieme hier over licht. En ja, daar hebben we even ingebroken bij de lichtmacht. Oké, nou, het is een dag voor de uitzending. Jullie zullen wel denken, wat doet hij nou in de bosjes? Nou, kijk, ik heb net Daan Thieme gebeld. Maar ja, die is aan het draaien. En ik wilde toch even kijken bij lichtmacht. We gaan natuurlijk wel een beetje naar binnen sneaken, hè? Dat snap je. Hier. Oké. Ze zijn daar bezig. Oké, nou, we hebben die M90, dat is een megalamp. Maar dit is een 12,18 kW. Dit zijn allebei LED-lampen. Dit is een gloeilamp en dit is een HMI, gasontlading. Oh, je ziet dat die helemaal open ligt. Ja, hier zie je dat die inderdaad open ligt, maar hier moet je wel echt wat mee doen. Want als je dit direct op iemands gezicht zet, ja, dat geeft rare schaduwen. Mm-hmm. Dat wordt niet mooi, dus dan moet je het of door een frame heen projecteren of tegen een plaat piep dat je hem terugbounced. Ah, kijk nou. Dit is voor ons een gouden ouwe natuurlijk. Classic. Dit is een 12 kW. Ja. Allemaal 1 kilowatt bulbs. Wat hier uitkomt is gewoon heel breed, warm, zacht licht. En ik vind het heel mooi om hem buiten te gebruiken, om een beetje de ondergaande zon te faken. Ik vind het een hele fijne lamp. Ja, dat was echt heel leuk. Je kan dat ook terugkijken nog op de YouTube-pagina. Wat goed is om te vertellen, alle video's zijn ook losgeknipt in losse items. Dus die kun je ook allemaal los bekijken. Als je even geen tijd hebt, dat je dan denkt van, hier wil ik wat meer van weten. Dan pak je dat item eruit. Vandaag gaan we het hebben over postproductie. En onze partner in crime zit hier op de bank. Zeker. Robert Wild van de Post Lounge. Absoluut. Dus een klein applausje mag wel hier met een kleine mini-comité. Het blijft nog steeds 1,5 meter afstand hier. Dus dat is heel, is heel lastig. Makkelijk. En Robert, achter jou? Juri. Hey. Ik ben Juri. Ik ben zo'n 3 jaar bij Post Lounge. En vandaag zit ik achter 3 schermen en, om jullie te ondersteunen. Ja, wat het leukste om even te vertellen is dat jullie hebben ook al die instarts gemonteerd en de vormgeving. En nu zit je gewoon in de set. Ja, het moest ervan komen. Ja. Dus het begon allemaal een beetje klein als een klein idee. Een beetje uit de hand gelopen. Ja, uit de hand gelopen hobby, ik wil zeggen. Ja. Voor de mensen die jullie nog niet zo goed kennen. Ik heb voor Robert een paar gewetensvragen. Oh, nee. Ben ik heel benieuwd. Dat hadden we niet voorbesproken. Nee, dat hadden we niet voorbesproken. Nee. Maar daarom zijn ze ook extra leuk. Okay. Dan moet je snel antwoord op geven. Ja, is goed. Trailer of volledige film? Trailer. Adobe of Avid? Avid. Commercial of documentaire? Allebei. Oké. Animatie of gedraaid beeldmateriaal? Gedraaid. Voormontage of eindmontage? Eindmontage. Oude nabewerking of color grading? Oude nabewerking. Post of lounge? Ook allebei. Ook allebei, ja. Af en toe moet je een beetje chillen ook, hè? Ja. Ja, nee, je kan geen goede post als je niet goed kan ontspannen. Dus. Nee. Ja. Nou ja, welkom. Leuk dat je er bent. Het is misschien wel goed om te vertellen dat wij werken al zo ongeveer zo'n 5 jaar samen. Hoe is een post lounge? Hoe is dat zo gegroeid? Nou, het leuke is om te vertellen, van, ik ben voorheen ruim 15 jaar editor geweest. En op een gegeven moment denk ik van, wat gaan we doen? En je zag steeds meer, ik wil echt kwaliteit maken, mooie dingen maken. Toen gedacht van, ja, misschien moeten we gewoon ons eigen postproductiebedrijf starten. Toen echte vakmannen bij elkaar geroepen, wouden we een gilde formeren. Iedereen zei van, ja, dat durven we niet. Begin jij maar een bedrijf en huur ons maar in. Nou, toen zijn we met een aantal gasten begonnen. En een beetje uit de hand gelopen ook. Toen ook gesprekken gehad met Emiel en Ian. Die zeiden van, ja, wat leuk. Echt DNA matchen ook, mensen eerst. Mm-hmm. Dus apparatuur moet natuurlijk goed zijn, maar de mensen moeten ook hun vak snappen. Handen in één geslagen, gebouwd vanaf dag 1 samen met Hoens. En super tof. Echt heel tof. Echt mooie dingen gemaakt. En nog steeds heel veel samen. Zo ook dit nu weer. Ja. Want jullie waren jij was gewoon de eerste die ik bijna belde van, hey, we gaan dit doen, wat stap jullie in? Natuurlijk zei je ja op dat moment, maar... Ja. Vooral DNA-match, dat is gewoon van beide kanten. Je hebt gewoon ambacht hoog staan en de mensen maken uiteindelijk het product. Dat is bij jullie ook zo met de camera. Je kan een hele goede camera hebben, maar als je hem niet kan bedienen, schiet het niet op. Ja. Hetzelfde geldt ook achter de knoppen. Ja, natuurlijk moet de apparatuur kloppen, maar het is gewoon heel belangrijk dat het gewoon uiteindelijk wordt gedragen door de mensen. Het moet goed gaan, creatief. Snel, deadlines en niet zo te veel mentaliteit. Dus, ja, het is misschien wel leuk om even te vertellen wat we gaan doen. Hè? Want
We gaan verschillende facetten van postproductie die je gebruikt. Lijkt een beetje op de allereerste uitzending van preproductie. Ja. Dus we tippen alles een klein beetje aan. En kunnen eventueel achteraf nog wat dieper erop in. Hè? Dus we gaan ook bijvoorbeeld graden. We gaan wat laten zien van animaties. Het is best wel een breed scala aan wat we nu gaan behandelen. Dus ik zei ook, we moeten even gas geven vandaag. Je hebt van allerlei dingen al geskipt ook, hè? Ja, ik was gisteren zaten we op het dubbelen. Ja. Dat moet een uurtje. Ja, nou, dat wordt even een uitdaging. Ja. Dus we moeten er doorheen fietsen. Ook een paar, in de post werk je natuurlijk nauw samen met regisseurs. Dan woon je gemiddeld voor een grote productie toch al snel een paar maanden met elkaar samen. Zit je elke dag aan de lunchtafel. Dus zodoende hebben we ook een aantal regisseurs die we inbellen voor wat producties. Ja. Die wat handvatten geven die we dan weer toepassen in de edit set zometeen. Ja. Dus je kan je vragen kun je ook insturen. Dan proberen we die gewoon tussendoor te behandelen. En we kunnen dat altijd achteraf kunnen nog dat extra opnemen. Even als er heel veel vragen binnenkomen over post. Want ik merkte al gedurende de andere uitzendingen dat er best wel wat vragen zijn over postproductie. Ik denk dat postproductie ook wel een beetje een ondergeschoven kindje is. In de zin van, we moeten het allemaal draaien. En dan dat is een soort van de holy grail. En dan monteren we het nog even. Maar eigenlijk komt het daar pas echt samen. Ja, voor mij is het juist andersom. Ik denk, dat draaien is leuk. Allemaal gedoe met dingen op locatie. Maar in de post, daar komt zeg maar al het real materiaal en daar moet het bij elkaar komen. En ook heel vaak dat onderschatten mensen van, dan ben je ook nog het concept aan het aanpassen. Ben je aan het kijken, hoe gaat het dan? Stuur je naar zenders, producenten, krijgen we feedback. En dan krijg je echt een heel, zo ontstaat echt een programma. Ik heb al vaak gehad dat we een format heel anders hebben gemaakt in de edit set als dat het oorspronkelijk op papier was. Zelfs het hele programma. Ja, het wordt steeds meer, denken wij mee aan de voorkant van processen. Ja. Van grote producties en kleine producties. En hoe meer je aan de voorkant kan meedenken over hoe je het uiteindelijk in de post gaat doen. En daar zijn gewoon vele winsten behalen. En ook het kwaliteitsniveau kan je daarbij beïnvloeden. Ik bedoel, dat hebben we natuurlijk al gehad met camera, lensgebruik, licht, geluid. Maar als je dat allemaal goed hebt afgestemd met de post, dan weet je ook van, dan heb je geen verrassingen achteraf. Ja, er wordt ook vaak gezegd, fix it in post. Mag je dat zeggen? Ja, we fixen het wel, maar ik heb liever gewoon het aan de voorkant te tackelen. Precies, dat je gewoon aan de voorkant ook weer goed erbij betrokken wordt. Dat preproductie, dat is fantastisch. Want iedereen die hier op de bank zit, beaamt eigenlijk dat preproductie is echt superbelangrijk. Rolf Degens zei het, Daan van de Lichting. Ja. Jij zegt het eigenlijk ook. Ik vond het ook wel weer leuk van Rolf. Die zei van en postproductie, dat vind ik niet zo belangrijk. Maar ik nodig Rolf bij deze toch wel een keer uit. Van gast, kom een keer in de post kijken. Dat is echt tof. En ik denk dat dat ook wel iets is. Op het moment dat we best wel vaak ook cameratrainingen samen met jullie geven, waar we cameramensen even laten meekijken. Ja. En die denken, dit moet ik dus niet meer zo doen. Dan moeten we echt, je komt dan pas in de montage achter waar je heen moet schieten, zeg maar. Of wanneer je wel of niet moet gaan zoomen of bewegen. Of, op locatie zie je alle 1000 mogelijkheden. Ja. Maar als het dan eenmaal gedraaid is, je ziet het materiaal, dan is het... Ja, dan is dat het. Dan is dat het, precies. Laten we heel even de elementen doornemen. Want wat komt er allemaal bij kijken bij postproductie? Media management, daar begint het, hè? Ja, materiaal komt binnen. Ja. Daar begint het al. Dan ga je het inladen op een centraal serversysteem. Mm-hmm. Dan eigenlijk wordt het allemaal netjes opgezet in een Avid-structuur, Premiere-structuur, welke software je ook kiest. Ik zeg wel eens, software is gewoon gereedschap. Voor veel producties die wij doen gebruiken we Avid. Sommige producties juist ook beter om het in Premiere te doen. Kleurcorrectie doen we bijvoorbeeld in DaVinci. Oude nabewerking weer in Pro Tools. We hebben hier bijvoorbeeld ook een set even opgebouwd voor degene. Ja, want neem even mee, Joeri. Wat zit er allemaal in die... ik zie gewoon echt 3 monitoren en ik denk, waarom heb je er 3 nodig? Kan dat niet op 1 bijvoorbeeld? Wat heb je daar allemaal? Nou, wat ik hier heb staan is eigenlijk 2 monitoren voor de computer zelf. Nou, die staat hier, dat is echt het hart. Mac Pro hebben we hier nu staan. Het prullenbakje, Hebben we hier in het midden, omdat dit even als kleursetup is gebouwd, heb ik hier mijn afkijk staan. Voor DaVinci, nu ook even voor Avid. En daarnaast de breakout box. Dat betekent dat hij dus een afkijk doorstuurt naar dit signaal. Toetsenbord, Wacom tablet, dus vooral editors. En doen het allemaal eigenlijk met de pen in plaats van de muis. 2 grote Genelecs. En hiernaast nog voor straks, voor het kleuren, dan eigenlijk een Blackmagic Color Panel voor de ballenbak, om het zo te zeggen. Ja. Daar gaan we straks op kleuren. En dat maakt eigenlijk deze set eigenlijk qua apparatuur en hardware wat compleet. Ja, en dit is natuurlijk best wel een super chique opstelling. Ik kan me ook voorstellen dat er nu ook makers kijken die gewoon een laptopje hebben. Heb je daar nog een soort van tip voor? Van ga in een donkere ruimte zitten? Of wel? Nou, qua kleuren kan ik dat inderdaad wel voorstellen om een donkere ruimte. Maar eigenlijk kun je dit wel een beetje zien als een eindmontage setup. Zo ziet een eindmontage set er eigenlijk uit.
Nou, daar zijn we weer. En wat we dan zeggen is, fix it in post. Want we knippen dit. Dit monteren we gewoon eruit. Maar dat is het nadeel van live. Ja, ja, dat is op zich wel een beetje een utopie. Op zich een beetje een utopie. Want ja, we zijn live, maar we hebben het over post. En dat is een beetje, ja, maar het wordt dan toch nog bewerkt. Oké, nou, laten we nog heel even. We hebben dus media management. Dan hebben we de voormontage. Dan hebben we de eindmontage. Ja. En wat gebeurt er daarna? Dan zit het op slot. En dan is alles op lengte. Dan zitten de blokken op slot. Dan heeft de zender go gegeven. Een filmlog, videolog. Op dat moment zit alles op slot. En dan gaan we de audio nabewerking in. Dan worden de voice-overs ingesproken. Wordt alles, al het audio in, en op de goede normering afgestemd. Zodat het gemiddelde op een één lijn komt. Op de R128 normering. Mm-hmm. En tegelijkertijd kan je ook de kleurcorrectie al doen. Tegenwoordig moeten we ook steeds vaker blurren of dingen onherkenbaar maken in beeld vanwege de nieuwe AVG-wet. Dus eigenlijk gewoon het hele kant-en-klaar opleveren van de MXF. Dat hele gedeelte wordt daarbij. Dus dan wordt ook een MXF-check bij en dan gaan we aan de achterkant alles helemaal netjes maken. Ja. En dan wordt het, en dan archiveer je ook bij archiveren we het. Ook al het ruwe materiaal, dat vroeg ik me nog af. Het ruwe materiaal bewaren we wel tot 6 weken na uitzending, want je hebt soms wel eens dat er dingen hergemonteerd moeten worden. Daarna leggen we het bij de klant voor van, goh, wil je alles hebben of kunnen we het ruwe weggooien of wil je het allemaal gebacked up hebben op LTO-tapes of wat dan ook. Dan regelen wij dat. Ja, want in principe zou je gewoon dingen kunnen hermonteren dus. Dat gebeurt nu met de coronacrisis behoorlijk veel. Inderdaad. Ja, serieus? Ja, gewoon programma's die gewoon zo totaal. Ja, we zijn nu wel seizoenen aan het doen, maar ze gewoon niet meer kunnen draaien. We zeggen, dan gaan we het terugpakken van andere seizoenen, gaan we hermonteren. En gaan we kijken hoe we toch deze tijd met z'n allen doorkomen. Dus, Nou goed, toen we dit aan het voorbereiden waren, toen vroeg ik aan jou van, nou kijk, waar is het allemaal begonnen? Toen zei je, nou ja, ik ben ook editor geweest en jij bent al best wel vroeg in je carrière in contact geraakt met iemand, met een regisseur, ja. Shamira. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Het was gewoon grappig. Wij kwamen natuurlijk heel erg. Ik was gewoon freelance editor. Zij was toen volgens mij niet eens freelance regisseur, nog voor mij geen dienst. En toen maakten we gewoon. Voor mij hebben we nog OO Europa gemaakt. Allemaal dingen voor RTL Productions. En allemaal gekke dingen samen gedaan. En op een gegeven moment groeit zij door. Had ze ambities richting. Meer richting docu. Nou, nu heeft ze wel andere ambities volgens mij. Dat zou je zo horen. Mm-hmm. En ik had veel meer ambitie aan het ondernemerschap en post om dat groter uit te breiden, om een kwaliteitsmerk te zijn. Dus zodoende ben ik richting Post Lounge gegroeid, zeg maar. En zij is nu doorgegroeid echt als regisseur. En dat, ja, we ontmoeten elkaar. Je vroeg even film of trailer. Ik zei trailer, waarom? Ik vind gewoon iets vertellen in een minuut heel erg cool. Zodoende maak ik nog steeds merendeel van haar trailers altijd. Zo ook onlangs vorig jaar hebben we dus voor Daddy and the Warlord docu en trailer gemaakt. En toen zag ik van wauw, we groeien echt allebei door in de niveaus waar we zitten. En hoe ze dit weer heeft gefixt, denk ik van wauw, het lijkt wel bijna een fictiefilm. Terwijl het eigenlijk gewoon docu-stijl gedraaid is. Ja, dat vond ik persoonlijk ook het allercoolste, maar daar gaan we het dan zo over hebben. Ja. Maar dat het ziet er inderdaad bijna fictie uit. En, en ook qua kleur, daar is gewoon heel goed van tevoren ook weer nagedacht over de post. Daarom wil ik dit voorbeeld even aanhalen. Ja. Camera loopt. Daddy? You ready? Taylor's army of drugged-up child soldiers are raping and killing our citizens. Were you friends with Charles Taylor? Yes, I was friendly with all of them. Mr. Garda was selling secrets to the rebel forces. I came here looking for the court documents. I couldn't find them. Things disappear around here. Papers and people. He trusts me to do the right thing for him. You can never tell what war does to a human being. It brings out the beast in man. He is not the angel that somebody is trying to paint him to be. Maybe he did terrible things. Maybe. You never find him unless you search for them. Go search him. So you can know who your father actually is.
Ja, dit was dus de trailer van Daddy and the Warlord. Ja. Ja, gedraaid dus. De regisseur Shamira Rafaela, ja. Die hebben we als het goed is ook in de uitzending. Nu? Hé, hey, kijk. Hey. Hey. Top. Hey. Ja, bijna goed, bijna. Bijna, oh ja. Ja. Hoe had ik het moeten zeggen? Rafaela, oké. Okay. Prachtige naam. Ja, Shamira, want Robert vertelde tegen mij... Shamira die denkt echt goed na van tevoren, voordat ze een productie start, van hoe ze het achteraf in de post wil gaan doen. Hoe heb je dat bij Daddy and the Warlord gedaan? Ja, Robert heeft daarin gelijk, want een goede post is eigenlijk gewoon vooral een goede pre-productie. Ja. Dus daar ben ik het zeker mee eens. Goed, voor Daddy and the Warlord heb ik heel veel van tevoren uitgedacht, eigenlijk alles. Omdat we hebben dat in Liberia gedraaid met heel weinig middelen. Dus moet je wel alles heel goed uitdenken. Bijvoorbeeld te beginnen met de grading. Ik heb echt vooraf een meeting gehad met de grader, Barend Onderweer. Met de cameraman, Jeffrey Rothuijden en de grader hebben echt eerst van tevoren met z'n drieën gezeten van... Oké, je wil bepaalde felheid van kleuren. Op wat voor manier is dat uit deze camera, Sony A7S2 was het. Te halen, op wat voor manier kunnen jullie dat dan het beste draaien. Dus we hebben heel veel van tevoren voorbereid voordat we gingen. Ja, de Sony A7S, dan heb je ook gewoon een mooie, kleine, compacte setup. Dat is echt... Ja. We hebben voor die Sony A7S gekozen omdat we geen budget hadden voor een Arri Alexa of zo, wat ik natuurlijk liever had gewild. En die Sony A7S is heel erg lichtsterk. En we wisten, we draaien heel veel in het donker. Ik wilde ook per se heel veel in het donker draaien. Goed, je hebt een minimaal lichtpakket wat je mee kan nemen, ook omdat je moet gaan vliegen, et cetera. Dus die Sony A7S was ook vooral om de lichtsterkte eigenlijk een super geschikte camera voor dit. Ja, cool. Ja, het ziet er echt prachtig uit. Ik had echt nooit eigenlijk gedacht dat het op die camera was gedraaid. Het ziet er echt waanzinnig uit. Ja, alle credits aan Jeffrey Rothuijden die het gedraaid heeft, hoor. Die ga ik niet op me nemen. Nee, precies. Maar ik wil het wel benoemen. Misschien is het wel leuk om even te vertellen. Ja, Robert die stipte het al wel even aan. Dat hoe jij begonnen bent. Want kijk, je maakt nu dus docu's. En we gaan het straks even hebben over het Gouden Kalf ook. Maar hoe ben jij begonnen samen met Robert? Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Ja, goed. We zijn gewoon begonnen met trashy reality televisie. En ik zeg je eerlijk, ik vind het nog steeds... Is het stiekem zijn dat eigenlijk nog steeds de leukste dingen om te maken. Dus ja, Robert en ik kennen elkaar inderdaad van televisie. We hebben toen... O.O. Europa gemaakt, dat een soort foute ripple van O.O. Gerzo was. goed, daar heb ik leren verhalen vertellen eigenlijk in die setting. En in principe doe ik dat nu nog steeds, alleen duurt het allemaal 10 keer zo lang en doe je 3 jaar over een film. Ja, is dat ook voornamelijk het grootste verschil dan tussen tv en film voor jou? Of waar zit het verschil? Kijk, wat ik leuk vind in documentaires maken is dat je de tijd hebt om meerdere lagen uit te denken. Dus dat je echt de tijd hebt om van tevoren ook bepaalde symboliek in shots. Dus je kan echt na gaan denken over beeldtaal. En bij tv is die tijd er vaak gewoon niet om dat uit te denken. Vooraf, ook niet in de edit. En is de concentratie van de kijker vaak niet zo dat je verschillende lagen aan kan bieden in een verhaal. En dat is wel wat ik fijn vind aan documentaires maken. Ja. Ja, cool. En jullie hebben zelfs een Gouden Kalf dus gewonnen. Shamira. Ja, Shamira. Ja, precies, Shamira. Maar ik bedoel, jij vertelde, hoe ging dat precies? We zaten, leuk was wel, die trailer die dag ervoor opgeleverd. Ja. En, stress, want ik wil altijd nog... Heel veel stress. En Shamira was niet te genieten. Kijk, nu doet ze heel aardig, maar op zulke momenten dan kan je er soms achter op hang plakken. Ja, dan moet dit nog één frame, weet je wel zo. En diezelfde avond is dan nog te appen. Ja, is wel tof. Ja, tof. En toen appte ik nog gewoon, want we hebben wel echt een goede vriendschappelijke band, waarbij je wel echt kan zeggen wat je echt vindt. Dus ik zei van ja, ik denk dat we die kalf die ga je niet winnen, want inhoudelijk laat een film soms zelf een beetje te wensen over, want dat zult het een beetje, weet je wel. En in de trailer kan je het wel een beetje verboemen, maar als je die hele film gaat kijken, ik weet het niet. En zij zei, nee, dat gaan we ook niet doen, maar dat komt bij de volgende film wel, en dit en dit en dit, nou ja. Hè? Zo geschiedde de volgende film. Nou ja, in ieder geval de volgende dag filmfestival. Ja, ik zat het live mee te kijken toen en ik dacht van bam, ze heeft hem. Ik denk van ja, dat hadden we niet zien aankomen toen. Maar tegelijkertijd denk ik van dat geeft ook al aan hoe ver je in je eigen hoofd zit. Ook bijvoorbeeld van A7S'je zo'n film draaien. Het maakt niet uit. Het plaatje, het ambacht zit er gewoon in je hoofd. Ja. Dat komt in alle facetten, is het topsport. En het is...
apparatuur eigenlijk ondergeschikt. Ja, exact. En dat we die avond ervoor nog zaten te kletsen over het feit dat het niet goed genoeg was. En dat is alleen maar goed, weet je wel. En altijd het beste, het onderste uit de kan willen halen. En natuurlijk heb je soms ruzie of gezeik. Ik denk, ja, hoe krijgen we dit nou weer goed? Maar het is wel cool dat je topsport aan het doen bent. En elkaar kritisch kan houden. En altijd verder kan kijken. Ja. Ja, zo dat je vooral, ik... dat je elkaar kritisch kan houden. Zonder dat, ja. Sorry dat ik je onderbreek, Robert. Maar dat, volgens mij is dat zo belangrijk. En de mensen die je om je heen verzamelt. Dat je ook op die mensen kan vertrouwen. En kijk, ik ben super blij met dat kalf. Maar zelf zeg ik ook altijd. Wow, het is wel een leuke film, maar ik hoop dat ik ooit nog betere films maak in mijn carrière. Ik mag het hopen voor je. Nee, maar het is wel fijn als je dan mensen om je heen hebt met, met wie je daar eerlijk over kan praten. En tegelijkertijd ook mensen die je al dus heel lang met je meeneemt. Want de cameraman met wie ik dit heb gedraaid, is de cameraman met wie ik ooit mijn eerste klus heb gedaan. Toen ik vers van de klusacademie kwam. Dat is dezelfde cameraman. Wow. Nou, Robert, die sleep ik dus ook al jaren mee. Of hij mij, het is nog niet te kijken. dat maakt die topsport ook nog toffer, vind ik zelf. Ja. En dat je zelf ook, dat je samen ook tot grotere hoogtes kan groeien. Ja. Ja, laten we heel even, want ik één shot erbij pakken. Ik vind dat wat ik echt een fantastisch shot vind, dat is het, die close-up. Die hebben we als het goed is voorstaan. Ja, deze. Want qua licht, zeg maar, heb je dan van tevoren al bedacht van ik wil dat het een beetje roze met blauw is. Hoe is dit shot tot stand gekomen voor deze setting? Ja, kijk, dit zijn oorlogsslachtoffers en ze geven een soort van testimonials, getuigenissen over de dingen die met hun gebeurd zijn in de oorlog. En deze mensen missen allemaal ledematen en dat soort dingen. En ik wilde per se wegblijven van die typische traditionele shot die we kennen. Ja. Van inzoomen op een afgestompte arm en et cetera. En ik wilde meer een soort van nachtmerrie. Een soort van beklemmende, rare, surrealistische nachtmerrie creëren. En ik wilde graag dat je kon focussen op de verhalen van die mensen. En niet op de sensatieaspecten. Dus had ik van tevoren bedacht van, nou, we willen kleuren. Met onder andere Barend de Greder gesproken van, je moet altijd contrasterende kleuren kiezen. Dus als je roze doet, daartegenover dan bijvoorbeeld dus een blauw, zoals in dit geval. En we hebben lightsabers meegenomen, want we hadden natuurlijk ook geen geld voor echt een uitgebreid lichtpakket. Mm-hmm. Dus gewoon, het zijn van die lightsabers, van die lange... Ja, van die tubes, ja. Hè, zijn dat, ja. Ja, precies. En die kan je in heel veel kleuren zetten. En daar hebben we eigenlijk voornamelijk dat licht mee opgebouwd. Waardoor we uiteindelijk in de post dus veel minder hebben hoeven doen dan je misschien zou denken. Ja. Ja, wat cool, omdat je dus van tevoren dus juist zo goed erover na hebt gedacht. Ja, ja, en bijvoorbeeld ook in de post, bijvoorbeeld vooraf gesproken met de grader van kijk, als je het niet weet qua kleur, kies dan groen. Want groen kan je in de grading nog heel veel kanten mee op, right? Ja. Dus we hebben later zeker ook dingen aangepast, maar dan is het fijn om van tevoren als je gaat draaien in je hoofd te weten, oké, als ik het niet weet, stel ik in op chroma groen, weet je wel? Ja. Ja. Heb jij verder nog andere tips voor veel filmmakers die nu aan het kijken zijn, die niet het grootste budget hebben en toch die ene documentaire of die ene film willen gaan maken? Ja, goed. Kijk, het is eigenlijk precies wat Robert zegt. Het ambacht zit niet in die Ari Alexa. Het ambacht zit in het team wat je om je heen hebt, met wie je het kan gaan maken. En dan zou je in principe, kan je het op je iPhone doen, bij wijze van. Mm-hmm. En ik vind dat zelf altijd heel wanneer mensen dat zeggen. maar goed, uiteindelijk als je me vraagt van wat is dat een tip voor iemand die niet zoveel budget heeft, zou ik wel zeggen van laat je daar zeker niet door ontmoedigen. Ja. Ja. En juist een bijvoorbeeld, ik denk als wij een heel lichtpakket hadden meegenomen, had ik veel minder snel keuzes gemaakt. En nu omdat ik die twee lightsabers had, was het heel makkelijk om even hup aan te klikken. Hey, wat gebeurt er als ik hem hier hou? Ja. Hey, wat gebeurt er als we dit met elkaar combineren? Terwijl als je een heel groot budget hebt, kan het ook weer tegen je werken, omdat je dan met een gaffer staat te kloten. Ja, maar wat het leuke is, Samir, van, pas was Rolf hier, Rolf Dekers, en die doet heel veel grote producties en mega dingen. En tegelijkertijd, omdat je heel erg, jij in het heel kleiner zit, maar echt heel erg snel kan schakelen doordat je veel televisie recentelijk nog hebt gedaan, denk je gewoon heel erg in het kleine en gelijk in de kleine plaatjes waarbij het gelijk het effect gewoon gigantisch groot is. En dat vind ik wel bij dit voorbeeld heel cool. Ja. Ja. Ja, en in die zin denk ik ook dat mensen die bij tv werken veel beter getraind zijn in snel keuzes maken, snel moeten beslissen. Ja. En in die zin misschien zelfs betere makers zijn dan mensen die één keer in de 3 jaar heel lang doen over een film. Ja, ja. Ja, cool. Top.
Thanks, Shamira. Want wij moeten, ja, we hebben maar een uurtje. Ik kan urenlang zo doorpraten. Dat is elke keer zo. Super bedankt dat je even in de uitzending wilde komen. Heel tof. Yes, graag gedaan. Thanks. En we gaan snel lunchen nu, echt, hè? Ja, want kijk, Daddy in the Warlord is echt een goed voorbeeld van een wat grotere productie. En we horen nu hoe het gemaakt is. Ik keek ernaar. Rock and roll gewoon. Had ik echt niet verwacht. Dit is gewoon een grote setup en lampen. Maar goed, vet. Maar zo laat je dus zien met een wat grote projecten en documentaire. Wat je kan doen met kleur. Doe je dat ook wel eens met kleinere projecten? Of bak je dan meteen een LUT in? Nou, kijk, leuk dat je zo zegt, maar we hebben zeg maar grading, en dit was echt wel een type grading plus, ja. Zoals Barend dat gedaan heeft. Maar je hebt ook bijvoorbeeld gewoon heel vaak vertellen, je moet gewoon iets goed zijn, of iets corporate moet iets goed zijn qua kleur, de verhoudingen. Ze hebben bijvoorbeeld vorige week, donderdag van mij hier op deze bank, een stel psychologen nog opgenomen, die hebben we gisteren, gisteren heeft hij die nagewerkt. Ja. We hebben het gewoon even goed gemaakt. Gewoon degelijk. Geen gekke dingen, geen capriolen. Hebben we voor mij later komen we in deze uitzending nog even na op echt een stukje wat we echt gegrade hebben. Maar wel leuk om even in dat proces even te laten zien wat dat is. We hebben daarvoor. Ja, laten we even kijken naar het verschil in grading. How do you teach people to treat mental health problems online? Treating patients online is much more creative, much more personal. People sit at home. You have the room where you are as a therapist, and you have the room where the patient is. So it's easy to talk about difficult subjects on their own couch or in their own kitchen. These rooms kind of merge, so you're sitting in two halves of the same space. I'm Tim. I'm Bram. I am Bart. Together, we're the e-health specialists. Welcome to our masterclass series. Okay. Ja, je ziet echt super duidelijk het verschil. Wat ik vooral vet vind om te zien is dat die ruis die Sony van zichzelf een beetje heeft, dat hij dus helemaal weg is. Nou, we hebben niet voor niets die hele setup hier neergezet. Want Juri, jij kan ons even meenemen in wat je precies hebt gedaan om dit dan kleur te bewerken. Zeg ik het dan goed? Kleur bewerken. Ja, ja. Eigenlijk is het gewoon een correctie om iets gewoon kleurcorrectie. Ja. Dus we hebben kleurcorrectie en we hebben grading. Ja. We komen later nog even op zwaar graden terecht. Ja, hè? Ja. Gaan we het nu even hebben over kleurcorrectie. Want welke stappen doorloop je dan bij zo'n shot? We kunnen een shot erbij pakken volgens mij. Ja, eigenlijk is dit een heel leuk voorbeeld. Mede om een deadline is er eigenlijk voor gekozen van, we gaan als op locatie, dat was hier inderdaad, de afkijk wordt met een LUT. Dus dan gaan de lichte camera wordt allemaal ingesteld zodat de afkijker zo mooi mogelijk uitziet. Nou, het log, dus echt het officiële plaatje, dat ziet er eigenlijk zo uit. Ja. Nou, het eerste wat je ziet is inderdaad, eigenlijk zie je het zwarte doek erachter. Het is gewoon heel grijs. Dat kwam in het begin ook even naar voren bij preproductie bij Roland. Van, het is inderdaad een logplaatje, hij is helemaal grijs, zit alle kleurwaardes nog in. Nou, wat we dan eigenlijk doen, als ik even dit voorbeeld pak, mede om de deadline. Ja, want ik zie allemaal streepjes. Sorry, dus ik zou wel eerst even willen weten wat die streepjes dan zijn. Want eigenlijk zijn dit allemaal effectlagen die je erop zet. Ik heb elke heb ik een naampje genoemd. Ik heb ze allemaal uitstaan op dit moment. Dus ik heb hier bijvoorbeeld deze heet LUT. Zet ik deze aan, dan komt de LUT. Dan komt de LUT erop. En wat er dan, als ik zeg maar, moet ik even deze aanzetten. Dit is zeg maar het verschil tussen de LUT. Dus dit is alleen met LUT. Nou, eigenlijk kom je dan heel eind, want op locatie is het echt naar deze hand gedraaid. Ja. Wat ik dan nog toevoeg. Dus je gebruikt dezelfde LUT als die in de camera stond? Ja, dat heb ik inderdaad gewoon dat overlegde met de cameraman. Van welke settings gebruik je, welke log gebruik je. Vind je dat ook fijn om het altijd van tevoren met de cameraman te bespreken, voordat je gaat graden? Nou, dat wel. Mede omdat dit best wel een heftige deadline was, wil je dat zo snel mogelijk weten. En ja, dan moet je niet in Da Vinci nog denken van, welke LUT is gebruikt? Oké, dat zou een FS7 zijn, dit is misschien die LUT. En dan kom je eigenlijk tot een verkeerd eindresultaat, want de basis wil je goed hebben. Ja. Nou, dan heb ik daarna, omdat we echt het sfeer willen hebben van echt een goede zwarte achtergrond, dit zijn allemaal laagjes eigenlijk die ik aanzet. En elk laagje kan ik allemaal effecten opdoen. En kleur veranderen. Deze, zoals je zag, is eigenlijk het gehele zwart niveau een beetje naar beneden. Dit laagje heet gezicht. Nou, je ziet het verschil al. Het gezicht springt dan net even wat meer uit. En we hier nog een van de shadow eigenlijk achter zijn gezicht. Je ziet hier ook het icoontje van, zodat het echt zwart, vooral het echt over zijn gezicht heen, zeg maar, ja. Ja, juist niet op zijn gezicht, het is net ervoor en net erachter. Oh ja, dat is gezicht echt voorspringt, zeg maar. Dan hebben we nog even de shadow eigenlijk op het licht.
Want eigenlijk daarachter hadden we een soort, was er eigenlijk een kleine flair aanwezig. Mm-hmm. Of, nou, flair kun je het niet noemen, maar een beetje ruis die vertaalt naar het doek toe. Dus die is zo weggewerkt. Het kraagje nog even extra. En wat ik dan letterlijk doe, is van ik maak zo'n laag aan. Dat gebruik ik ook dit panel voor dan. Eigenlijk is dit panel echt bedoeld om ze gewoon sneltoets te hebben in DaVinci. Vervolgens heb ik de witbalans nog aangepast. Die was net niet helemaal lekker. Nou, zoals je ziet, vooral naast het kraagje, als ik zo even heen en weer wissel, het wordt nu dan echt wit. Dus eigenlijk is dit de ideale situatie. Ja, ja, ja. En daarnaast heb ik nog even een sharpen toegevoegd als laatste op zijn gezicht, zeg maar. Dus ook qua, omdat hij ook een beetje beweegt. Nou ja, dat was echt een heel klein focusgebied. Dus om die safe te zetten heb ik nog een kleine sharpen op toegevoegd. Nou, dan krijg je eigenlijk dit resultaat. Zet ik alles even uit. Nou, dan is dit inderdaad het verschil. Wauw. Dus en dit is dan meer, je trekt het naar het natuurlijke, zeg maar, toe, hè? Dat is het idee. Ik trek het inderdaad nu naar het natuurlijke. Ja. Eigenlijk qua zwart niveau, hij is best wel aangedikt, zeg maar. Want we willen het zwart, vooral dat doek. We willen niet zo'n ronding zien van het doek. Dat moest echt gewoon goed zwart zijn. Mede omdat er ook nog gewoon animaties en alles op zitten in de final. Is daarvoor gekozen om dat echt goed zwart te hebben, inderdaad. Ja. Maakt het nou uit wat voor kleurtemperatuur ik draai überhaupt? Als ik dit totaal blauw draai, maakt het voor jou nog uit? Nou, kan ik dan echt zeggen, joh, veel te blauw gedraaid, fix it in post? Ja, daar komen we inderdaad precies bij datzelfde. Ja. Vooral met log wil je eigenlijk inderdaad net wat stops overbelicht. Ja. En wat je vooral als je inderdaad log onderbelicht draait en we komen in een hele donkere situatie, ja, dan krijg je daar wel echt moeite mee. Dus het liefst, dat is ook bij deze de keuze gemaakt van, we sluiten hem aan op een afkijk. De regisseur ziet het logplaatje, daar wordt ook de hele belichting op aangepast. Dus die ziet eigenlijk al een beetje van hoe het eruit komt te zien. En ja. Zoals je ziet, er zitten nog 5 lagen of 6 lagen naast. Korte kleine tweaks om het, zeg maar, tot het eindresultaat te krijgen. Ja, nou, dit gaan we zo. Kijk, je hebt nu uitgelegd wat je dan hebt gedaan, maar hoe je dat nou doet, dat gaan we zo meteen dan nog behandelen. Dat doen we na de show, nemen we nog een extra video op. De tijd tikt door. Precies. En dus na de show nemen we nog een hele breakdown op hoe je moet graden. En die kunnen we dan, die gooien we dan later online en die kunnen jullie dan terugkijken. Dus als je daar ook vragen over hebt, stel ze dan vooral nu. Want dan kunnen we die verwerken in die film. Want ja, kijk, je hebt dan gegrade en dit heb je dan naar het natuurlijke toegewerkt. Ja. Dan heb je er ook nog voor gekozen om animaties te gebruiken, toch? Het was een promo voor psychologen. Dus die psychologen moesten er echt uitknallen ten opzichte van die zwarte achtergrond. Ja. Tegenover moesten we natuurlijk ook een boodschap over de bühne gooien. Nou, dan kan je kiezen voor voice-over. Maar je kan ook kiezen voor, in dit geval hebben we daarvoor animatie gekozen. En die animatie, dat loopt dan weer door. En dat is ook weer het leuke van posters. Heel uiteenlopend wat je dus kan doen. Je kan animeren, je kan vormgeverspakketten maken in huis. Alle elementen los, bumpers, wipes, naamtitels, alles zit erin. En het leuke is dat ik dat dan, ik ben daar zelf niet goed in. Ik weet wel wat een mooi plaatje is, een mooi ontwerp. Mijn compagnon Kees is vanaf dag 1 al, heeft zich al hard gemaakt om echt next level vormgeving ook in huis te hebben. Daar hebben we een kleine instart ook voor mij van gemaakt. Daar gaan we zo met Kees er nog over hebben. Maar dat hebben we ook voor deze film toegepast. Want we denken van ja, omdat die achtergrond met die mensen zo lekker tegen zwart is en die vormgeving daar weer echt uitknalt, dan heb je echt gewoon een body om de boodschap over de bühne te gooien. Had het ook zonder vormgever gekund? Ja. Ja, maar dit versterkt goed. Het wel, precies. Ja. Ja. Dat is dus een combinatie. Soms is less is more, maar als je echt iets wil pakken nu, vooral op social media in deze tijden, dan moet je wel lekker werken met contrast volgens mij. Dus nou, laten we even naar die vormgeving kijken. Ja. Last year, on the hottest day, the camera went on, and whoop, I saw him, I guess, totally naked. En als individu ontwikkelen. En daar speel jij een cruciale rol in. Wat we van je verwachten? Dat zijn 3 simpele doelen. Hoe zit een breuk ook alweer in elkaar? Het geheel is verdeeld in 5 stukjes. En dat het geheel bij de andere breuk is opgedeeld in 10 stukken. Marieke vertrekt straks naar kantoor. Maar ze bedenkt zich dat ze het verslag waar ze gisteravond op haar iPad nog aan gewerkt heeft, vandaag nodig heeft. And inform you on a weekly basis. You also ask about their weight, gender and commuting time. After half a year, you look at the information you gathered and find. Bij TUI kun je je stoel reserveren. Heb je comfort of economy geboekt? Dan betaal je voor je reservering.
Vlieg je deluxe, dan is het gratis. En geef stijladvies. 5. Wacht nooit te lang. Als de klant zijn eigen kleding weer aantrekt zonder goed geholpen te zijn, trekt hij bijna nooit zijn kleding weer uit om iets nieuws te passen. Game over. Echt connecten met de klant is dus essentieel bij de paskamer. The floor is yours. Ja, heel cool. Ja, ik als cameraman denk eigenlijk nooit na over animatie of vormgeving. Dus ik vind het heel leuk om daar even in te duiken. Maar ik heb wel het idee dat je het perfecte shot kunt creëren met animatie. Ja. Is dat ook zo? Ja, je kan het helemaal naar je hand zetten. Het staat en valt met tijd. Kijk, dat was leuk van wat Shamira net ook zei over Bulbudoku, dat ze veel langere tijd hebben om een televisieprogramma te nemen. Ja. Dus alles staat en valt met tijd. Je kan natuurlijk 3D-animaties maken, maar ja, dan zit je echt op de framepjes. Ja. Maar goed, dat weet Kees allemaal veel beter. Ja, hoe lang duurt dat ongeveer, zo'n animatiefilm maken? Moet bij Kees zijn. Nou, daar is hij. Ja. Wow. Hey. Ja, want Kees, jij hebt echt een branding-achtergrond, toch? Ja, klopt. Ja. Dus ik ben inmiddels meer dan 12 jaar bezig, echt sec met design in de breedste zin van het woord, branding en daarmee ook natuurlijk de animaties. Ja, dus jij ziet dit waarschijnlijk ook film en animatie echt meer als tools om je verhaal te vertellen. Ja, zeker weten. En om op je vraag van net terug te komen, hou je rekening met de shots voor je animatie? Ja, zeker weten. Dus ja. Je bent heel erg van tevoren bewust bezig met kadrering. Heb je bijvoorbeeld grote teksten of mooie dingen die je wil maskeren? Een van de dingen die we vaak doen is dat bijvoorbeeld iemand in beeld loopt en dat diegene een tekst revealed bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar hou je als regisseur al van tevoren rekening mee in je shot. En dat probeer je vaak met animaties al zo goed mogelijk te storyboarden. Zodat je een heel helder plaatje hebt voor de cameramensen en de DP en de regisseur. Voor wat je wilt, omdat je natuurlijk inderdaad je shot nog niet compleet is zonder die animatie, als die gebruikt wordt. Dus qua volgorde zeg maar, maak je überhaupt eerst dan al de animatie en die print je uit en die neem je dan mee op set? Of hoe werkt dat precies? Ja, kijk, we noemen dat storyboards. Vaak zijn dat eigenlijk, je kan het op een paar manieren doen. De simpelste variant is eigenlijk gewoon de scènes te pakken en uit te tekenen met pen en potlood en papier. Soms is er een hele duidelijke, bijvoorbeeld corporate huisstijl. En dan is het belangrijk dat je goed rekening houdt met de groottes van bepaalde objecten en wat er precies in beeld komt. Dan pakken we vaak samplefoto's en daar plakken we als het ware de animatielaag, de designs die stilstaan, overheen, zodat je een goed beeld krijgt van hey, hoe is de boel precies gekadreerd en ja, hoe komt het eruit te zien straks. Ja, en hoe lang ben je daar dan mee bezig? Want ik heb het idee dat je dan echt wekenlang aan het animeren bent altijd. Dat verschilt natuurlijk een beetje per project. Vaak is het zo dat we animatie verdeel je onder in een paar verschillende zaken. Dus je hebt gewoon natuurlijk 2D. En soms 2,5D. 2,5D is eigenlijk dat je door schaduwtjes het idee geeft van diepte, maar niet echt met 3D bezig bent. Dat is enorm afhankelijk hoe complex de animatiestijl is, hoe mooi je het wilt hebben. Vaak waar de tijd in gaat zitten is in een stukje compositing, visual effects. En dat je echt vrij nauwkeurig iets wil laten gebeuren wat niet echt is opgenomen. Ja, daar gaat dagen in zitten. Voor een animatiefilm hou er rekening dat je zo'n, laten we zeggen, 20 tot 30 seconden goed animeert per werkdag. Dus het is een kostbare zaak waar je gewoon veel liefde en aandacht in stopt. Ja, en je, als je dus gewoon van tevoren gewoon goed erover nadenkt, dan kan animatie echt een aanvulling zijn dus op dat eindproduct. Dat is het idee, hè? Ja. Ja, en ook wel dat is het hele idee. Ja. En je bent ook van tevoren, je camerapositie is vaak iets groter. Bijvoorbeeld als je iets wil laten gebeuren boven het hoofd van mensen. Ja. Dan snij je het beeld op een andere manier af als dat een camerapersoon normaal zou doen. Ja. Dus juist die voorbereiding, juist het overleg aan de voorkant is gewoon cruciaal voor het eindplaatje. Ja, laten we zo naar een voorbeeld ook gaan kijken van wat jij dan een goede combinatie vindt tussen bewegend beeld, gedraaid beeld en animatie. Trouwens, qua vormgeving, wat ik even wilde vertellen, is dat je ook
Soms als ik weet dat het wordt ondertiteld bijvoorbeeld, dat is hetzelfde. Hè? Dan weet je dat het wordt ondertiteld, dat je iemand aan het draaien bent die wordt ondertiteld. Dan ga ik ook überhaupt al iets wijder draaien. Dat is in die zin natuurlijk ook een soort van, niet vormgeving. Ja, maar je naamtitelbalk moet dan iets hoger komen, boven het ding. En dan moet je ook rekening mee houden dat die naamtitel niet over die mond heen valt. Ja. Ja, het zijn die standaard dingen, maar het gaat nog steeds best vaak fout. Dat je dat in de post weer denkt van, hoe ga je dit oplossen? Dus ook gewoon cameramensen die kijken. Als je weet, in het programma zitten naamtitels. Hou er dan een beetje rekening mee. Ja, dat kan dus wel. Ja, thanks Kees. We gaan nu naar een voorbeeld kijken van wat jij een mooie combinatie vindt tussen bewegend beeld en animatie. Ja. Top, hoor daar. Dus dat rijk beeld is daar. Hoe ging het? Jij wilde eerst de hele film laten zien, toch? 6 minuten. Ja, we gaan er zo meteen nog wel stukjes aan. Ja. Dit was natuurlijk volledig helemaal animatie met een aantal filmshots erin. Dit is dan gewoon het leuke is ook dat je heel vaak in blokjes of extra outputs kan denken. Op het moment dat dit een korte is, heb je nog een langere variant. Dit was een trailer die hebben we gemaakt samen met Norbert. In opdracht van de TMG. Mm-hmm. En dat hebben we dus voor Theater Amsterdam, volgens mij is het gelanceerd, helemaal in 4K. Nou, wel een kippenvel momentje als je zo maakt. Want postproductioneel is dit echt wel een hoogstandje, zeg maar. Want er staat te veel Dit stukje valt wel mee, wat je nu hebt gezien. Ja. Hier zetten we hooguit een stuk een laagje of 6. Maar zo meteen dan gaan we er wel dieper in. En dan, wil je daar eerst naar kijken of wil je eerst even naar Norbert? Nou, misschien leuk om Norbert er even bij te halen. Ja, nou, daar is hij ook. Nou, hey. Het is allemaal de wondere wereld van de digitale communicatie. Want Norbert, leuk dat je er bent. Want jij bent de regisseur geweest van dit project. In hoeverre was je van tevoren al met posten bezig? Post geeft de outlines voor je creativiteit aan, zeg maar. Dus jij hebt eerst gekeken naar wat zijn de mogelijkheden. En daar ben je het concept op gaan bedenken. Of hoe is dat tot stand gekomen? Het concept lag er al. Nee, techniek geeft altijd de outlines van je creativiteit aan. Daarnaast moet je natuurlijk gewoon een boodschap vertellen. Wat eigenlijk veel te veel is voor één boodschap. Hè? Ik bedoel, introduceren van een nieuwe app. Introduceren van digitalisering van een online krant, zeg maar. Het liefst willen ze dan ook nog de vormgeving, die er nog niet was. De fonts. Nou ja, van alles en nog wat. En dat probeer je in een leuke boodschap te verwerken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Daar begint het mee. Mm-hmm. Dan ga je kijken wat er... heb je het creatieve deel heb je eigenlijk al gehad. Hoe je dat wil implementeren. Maar dan komt het technische deel. En dat geeft beperkingen, maar dat geeft juist ook mogelijkheden. En zo denk je erover na. Ja, precies. Dus jij begint wel eerst gewoon... Je denkt eerst groots en dan kijk je dan... Oké, is het überhaupt... mogelijk. Dat is wel dat is wel de manier. Ja, maar het kan ook andersom, hè? Oké. Okay. Hoe kan het andersom dan? Nou ja, als je weet dat er bepaalde mogelijkheden zijn, dan vergroot dat wel je creativiteit, zeg maar. Ja. Ja, er is tegenwoordig wel meer mogelijk dan vroeger. Wat dat betreft is dit een mooie tijd om dit vak uit te oefenen, volgens mij. Want ja, die film, ik heb hem helemaal gezien, maar het zit echt vol met technische hoogstandjes. Dat was vroeger wel wat lastiger. Wat leuk is, en dat vond ik wel tof aan dit proces. Daarom belde ik Norbert gisteren ook even van, kunnen we dit even behandelen? In die zin van, je hebt in de film zit natuurlijk, eigenlijk heb je een animatiefilm gemaakt. Je hebt eigenlijk ook een hele story geschreven. Als we zo meteen heen lopen, dan zullen we dat zien. Over wat de toepasselijkheden zijn op de diverse devices, dat wouden ze zien. Alle gebruikers wil je erin, dus een divers publiek wil je erin laten zien. Je wil eigenlijk heel veel vertellen in heel weinig tijd. En er zijn heel veel belangen bij gepaard op politiek niveau bij zo'n lancering van zo'n platform. En ik denk dat je dan eigenlijk als geen ander gewoon een regisseur moet hebben die snapt welke politieke lagen er lopen tussen alle partijen. Mm-hmm. Wie welke belangen heeft, want iedereen wil er wat van weten.
Plus het feit dat ook de uiteindelijke stijl ook moet passen in de huisstijl van wat het uiteindelijk moet zijn. Maar het hele platform, ja, dat was ook nog niet, dat was nog niet klaar. Want je bent nog aan het bouwen, terwijl hun ook nog aan het bouwen zijn. En dan is Norbert ook wel iemand die zo'n vingerspitsgevoel heeft. Die dan denkt van, hoe kunnen we nu alvast visionair kijken hoe uiteindelijk het eindplaatje gaat. Ja. Dus. En waarom pas je dan uiteindelijk de storytelling van Norbert, waarom pas je eigenlijk die storytelling dan op deze manier toe? Dus ook met animatie erbij en... Nou ja, het grappige is dat dit filmpje is natuurlijk al gedateerd, weet je. Of zou dat nu weer heel anders doen. Mm-hmm. Maar destijds was het de shizzle, zeg maar. Ja. Die storytelling. Kijk, weet je wat het is? Heel vaak bij dit soort introducties zijn de dingen nog niet klaar. Ja. De app was nog niet klaar, de vormgeving was nog niet klaar. Die hebben we allemaal met postlines gebouwd. En het grappige is dat het eigenlijk gewoon integraal overgenomen is. Ja. Dat is wel fun. Maar wel visionair eigenlijk. Snap je, ik bedoel dat we dingen erin maakten alsof het al een platform was, terwijl dat platform nog helemaal niet bestond. Nee, je bent eigenlijk heel veel aan het faken. Kijk, als je het al had, dan had je het... misschien is het handigst om toch alvast die Insta erbij te pakken of even te kijken. En dat we daarna even per shot gaan kijken wat we eraan hebben gedaan. Ja, want ik ben gewoon überhaupt ook benieuwd wat wanneer je nou dan een voice-over toepast en wanneer pas je dan dat in animatie toe, weet je wel? Dat is best wel een verschil. Ik wil daar wel even wat over zeggen. Ja. Kijk, we hebben expres geen voice-over toegepast. Omdat de boodschap echt heel kort en bondig moest zijn. Bovendien moesten we de typografie ook introduceren, de kleuren introduceren, de moed introduceren. En als je, denk ik, te veel boodschap hebt en het is geen fun om naar te kijken, ja, dan komt die boodschap ook niet over. Nee. Dus vandaar dat er gewoon hele duidelijke keuzes zijn gemaakt voor een vormgeving die fun is, die tegelijkertijd de nieuwe vormgeving van de app, zeg maar, en van de complete content die daarin verschijnt, geïntroduceerd wordt. Ja. Alleen, wat ik al zei, het grappige was, we hadden de kleuren. En al die layers zijn dus gebouwd met post-launch. En nogmaals, volledig geïntegreerd daarna door TMG. Dus dat is wel fun. Ja. Ja. Ja, laten we heel veel de montage erbij pakken. Als het goed is, kan Norbert die ook zien. Ja, we hebben ook een instartje volgens mij, toch? Ja, we hebben de montage hier, toch? Ja. Nou, hier is de montage van het instartje wat we zo net zagen. Deze hebben we nog niet gezien. Oh nee, deze hebben we nog niet gezien inderdaad. Nee, oké, sorry. Laten we dan naar deze gaan kijken. Ja. Zie je hoe dat gaat? Zie je hoe agenten dat gaan? Telegraaf vandaag. Kijkt u het nieuws waar en wanneer u maar wilt via de app. En nu, altijd, alle doelpunten uit het betaalde voetbal. Hey! Een soort van wraakactie, waarschuwing in het Marokkaanse criminele circuit. Dit is nou typisch hoe in Nederland deze discussies altijd lopen. Onze verslaggevers zijn ter plekke. Ik denk niet dat ik Hans kan vertrouwen. We hebben een gloednieuw programma, 24 Wheels. Hey, dat is mijn iPad. De film duurt 6 minuten, dus dan zijn jullie echt wel lang in. We hebben wel stukjes eruit gepakt, anders duurt het te lang. Ja, ja. Nee, okay, het leukste shot zat er niet eens in, hè? Nee. Nee. Dat is dat die iPad op wordt gepakt door een hond, terwijl... Oh, die hebben we ook nog, ja. De app nog loopt, zeg maar, het filmpje nog loopt, en die hem aan zijn baasje geeft, die vervolgens... Oh, die hebben we kunnen in de montage zien nu, want als het goed is, want Jury die zit hier... Nu met de edit klaar. Dan ik heb de tijdlijn die we zo net hebben. Oh, de tijdlijn die we net hebben gezien. Oké, ja, precies. Maar... Nou, wat je ziet, er zijn eigenlijk heel veel elementen. Als ik er zo even doorheen scroll wat we zo net hebben gekeken. Nou, we hebben eigenlijk de overlays qua animaties.
Ja. We hebben green screen. Oh, dit is green screen. Ja, ook weer de logo's. Wat de studio moest worden, zeg maar. En het is ook wel een beetje zo geworden. Cool. Ook dus dat was een introductie. Ja. Los ervan, nou, dit noemen ze dan echt compositing. Dus eigenlijk staat diegene daar op locatie gewoon met een iPad. Maar dit is zeg maar en een platform. De layout toch, Norbert, hebben we hier gemaakt. We hebben de instart erin gezet. En de naamtitel komt allemaal in beeld. Dus er zijn wel wat lagen die hierin zitten, allemaal op 4K. Ja, want dat is ook nog eens, het is ook nog eens 4K. Dus het moet haarscherp, moet het worden opgeleverd. Ja. Want het wordt groot vertoond. Ja. En al die vormgeving moet je dus ook in 4K doorrenderen. Ja. Hoe doe je dat aan de achterkant? Dus het moet echt een enorm apparaat staan. Ja, we hadden vooral een deadline. Dus we hadden wel volgens mij op een gegeven moment hebben we toen de film in stukken opgedeeld en per edit set uitgerenderd. Mm-hmm. Omdat die gewoon op een gegeven moment gewoon live moet gaan. Dus dat was wel even een uitdaging. Ja. Ja, de keuze is voor een groot scherm geweest, ja, 4K. Mm-hmm. Maar ook omdat het gewoon veel meer pixels geeft om te grijpen, zeg maar, qua keying en qua layers. Ja, dat zie je hier inderdaad ook. Dat is echt lastig hoor. Die fiets die beweegt, dat is. Dus dat moet je dan, dat trek je dan weer in de post, hè? Ja. Ja. Maar dat gaan we zo meteen gaan we daar nog even. Ja, dat is natuurlijk met je belichting. En voor mij was het iPadje zelf met greenscreen wat we toen gedaan. Of heb je stickertjes opgeplakt hadden we er voor mij. Ja, tracker points. Ja. Ja. Ja, cool. Ja, en je ziet dus ook hier dus inderdaad dat je als je aan de voorkant is het idee komt van de klant. En daar gaan jullie mee aan de slag, dan wordt het script, storyboard uitgewerkt. En dan uiteindelijk sta je het te draaien en komt het samen in de ook post. Hier, dit soort stukje bijvoorbeeld hier. Er waren nog helemaal geen formats voor dat platform. En toen hebben we voor mij zelf nog wat losse dingetjes gekregen waar ze nog mee bezig waren. En al gaandeweg komen alle elementen. Eigenlijk ben je ook het platform voor de klant ook helderder aan definiëren, heb ik het mm-hmm. idee. Toch, Noor? Dat was een beetje het hele proces. Ja, het is een samenwerking, weet je. Er waren natuurlijk wel wat titels al. Er waren wat foto's. Die trek je dan los. Ja, Estefana Polman, weet ik veel wat. Er waren echt alleen maar foto's van. Dus wat je eigenlijk doet, is... Je kiest naar een concept. Maar wat ik al zei, het is grappig dat er heel veel dingen zijn overgenomen. En dat kun je ook verwachten bij een company die in principe gewoon een krant involved is. Dus drukwerk. Die gaat digitaliseren. Ja. Wat dat betreft hadden we redelijk vrij spel. Ja. Ik vind toch, jij zei net, Norbert, van ik zou het nu helemaal anders doen. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Wat zou je dan nu anders doen? Nou ja, een app introduceren voor online nieuwsvergadering. Dat is niet meer, ja, weet je wat ik bedoel, dat is nu common. Ja. Dat was toen nog best wel bijzonder. Ja, geen idee hoe ik het nu zou doen. Ik bedoel, dat is eigenlijk met elk project toch? Ja, dat heb ik zelf ook hoor. Dat heb je, als ik iets heb gedraaid en ik zie terug, denk ik altijd van, oh ja, dan gaan we het nu... Ja, precies. Maar ik denk wel een mooi voorbeeld hoe animatie wordt toegepast op filmshots en ook weer in filmshots en ook weer daar overheen weer graphics en fonts, waarbij je wel layers hebt en waarbij er gewoon heel veel laagjes achter zitten bij de klant die allemaal belangen heeft. Dus dat was wel een ding waar iedereen mee bezig was op dat moment. En dat was wel cool. Hebben jullie daar nog tips voor mensen die kijken en die dus ook met een commercial of met de klant, dus die politiek zeg maar, want hoe kun je dat het beste aanvliegen? Ja, ik denk ook wat Kees zei, we hebben hier ook wel storyboards, gewoon van tevoren een plan maken. Ja. Je moet ze toch... En daar kun je ook goed, Norbert, in de zin van met de klant meesparren aan de tekentafel. Ja, vaak in dat soort gesprekken werk je gewoon met moods. Want het is lastig om, het is voor mij zelfs wel lastig, weet je, om een klant in je hoofd te laten kijken wat het uiteindelijke gevoel is. Je probeert er zo dicht mogelijk bij te komen. Mm-hmm. Maar als het er nog niet is, en in dit geval was het er gewoon nog niet, dan ga je met moods aan de slag en voorbeelden. En daar maak je een mooie puzzel van. Die voor hen in elkaar valt. En dan is het een kwestie van vertrouwen. Give it a go. Ja, dus gewoon echt dat vertrouwen opbouwen. Ja. Ja. Okay. Ja, maar wel met zinnige argumenten. Ik bedoel niet van, joh, kom bij mij, want ik kan het heel goed. Ja. Nou, thanks Norbert dat je even in de uitzending wilde komen. Superleuk. We gaan het nog even breakdownen nu. Ja. Thanks. Cool. Dankjewel. Yo. Bye bye. Hoi. Ja, want we hadden er even over. Het is helemaal 4K afgeleverd. Ja. Wat heeft dat dan nog voor verdere consequenties als je aan het monteren bent, dat 4K? Nou,
heel vaak een fout die vaak wij ook in het begin hebben gemaakt met 4K is door te laat naar 4K over te gaan. Dus je gaat monteren. Vroeger waren systemen, nu kan je wel redelijk goed op één systeem 4K, prima. Maar ga je met heel veel streams tegelijkertijd monteren, liever nog even in Full HD en dan ga je het later relinken naar 4K. Probleem daarvan is, of het gevaar wat daarvan in zit, is dat je als je te laat naar 4K gaat, erachter kan komen dat je bepaalde elementen onscherp hebt. Als je bijvoorbeeld weinig scherpte diepte hebt, kan het maar zo zijn dat het oog net even een tikkeltje onscherp is. Ja, heb je wel alles omgemonteerd, heb je al bijna een videolog, ga je relinken en dan kom je erachter dat je oog onscherp is. Lekker boel. Dan had je dus een verkeerde take gepakt eigenlijk, maar dan had je niet. Dus wij zijn nu wel echt een bepaalde workflow ontwikkeld, waarbij gewoon het extreem belangrijk is dat we gewoon weten dat alle shots worden eerst gewoon op 4K monteren we alles. Op een gegeven moment rebatchen we, relinken we het weer naar een normale versie van HD. En uiteindelijk in de grading en zo trekken we alles weer naar 4K toe. Zou je nou ook 4K kunnen monteren als je een wat tragere computer hebt? Dus dat je dan met die lage resolutie gaat monteren en dan relink bijvoorbeeld ergens anders gaat doen? Ja. Dat zou dus kunnen. Ja. Ja. Dus ook voor mensen die toch een project denken van, nou ja, ik ga het 4K draaien. Ja, vandaag de dag kunnen de meeste systemen wel redelijk goed 4K aan. Ja. Alleen op het moment dat het zwaar wordt, is het als je bijvoorbeeld dit verhaal was, denk ik, als je denk op een gegeven moment een laagje of 6-7 video 4K op elkaar liggen met greenscreen en keyen en noem maar. Dan wordt het zwaar. Maar waarom zou je überhaupt kiezen voor 4K dan? Ja, en wat Norbert zei, je hebt meer pixels om te pakken. Mm-hmm. En het was voor Theater Amsterdam, dus een groot scherm. Dat ziet er een stuk knapper uit. Ja, ik heel eerlijk, ik vind soms HD ook heel mooi. Ik vind, bijvoorbeeld wat we nu aan het doen zijn, is ook gewoon is HD. HD. En dat is ook prima. En, ja. Als ik me niet vergis, de Voice zelfs vorig jaar was nog SD volgens mij, hoe ze het opnamen. Uiteindelijk. Het gaat daar niet zo heel erg om, maar het is wel een trend, weet je. Ja. Het is toch hip. En 8K is ook alweer stoerder, maar ga er maar eens aanstaan en reality draaien. En scherp zit op alle details met veel scherpte diepte draaien. Ja. In de post moet je het fixen als het niet goed is. Ja. Ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen. Ja. En dit was een soort van heel globaal aangestipt wat een beetje de facetten zijn, wat projecten zijn die jullie doen en wat de workflow erachter is. We willen eigenlijk nog wat langer doorgaan, maar dat is dan niet live. We gaan hier achteraf gaan we nog een video opnemen waarin Jury echt gaat graden. Dus dan gaan we echt de stappen doorlopen van het graden. Echt van, gaan we één shot graden eigenlijk. Hè? Dan gaan we kijken van wat kan je, wat zijn de mogelijkheden. Ja. En hoeveel ruimte is daar nog in om te sparren. Dat gaan we dan aan de hand doen van onze commercial, toch? Ja. Ja. Jij belde me ook voor mij een halfjaartje geleden of zo, denk ik. Toen hadden jullie een commercial hier aan het draaien, gewoon voor wat we hier allemaal met de hoens doen samen. En zeiden, Rob, ik kom dat even afmixen bij jullie en graden. Ja. En het was heel leuk om dat samen opgepakt te hebben. Ook omdat je proeft daar ook weer gewoon dat mensen centraal staan. Ook de knipoog die hoens heeft, dat heeft Booslands ook. En het is gewoon leuk om dat te combineren. Dus, ja. Heb jij nog 5 tips om even te eindigen voor filmmakers die nu kijken? Voor mensen die... Nou, ik denk wat Noor net zei, goed een klant meenemen in een storyboard of in een verhaal met moods werken om laten zien van dit gaan we maken uiteindelijk. Ook naar je team of naar cameramensen daarbij te betrekken. Maar ook animatoren van oké, dit wordt de vormgeving, zo gaan we draaien, die afstemming in het team. Team is alles. En het heeft niet zoveel te maken met hoe groot die apparatuur is of welke elementen erbij komen. Of dat 4K is of op een A7S gedraaid zoals Jamira dat gedaan heeft. Maar het is gewoon echt belangrijk dat je van tevoren denkt van oké, zo gaan we het toepassen. Maar kunnen we daar ook op die ruimte die keer gebruiken? Weet je, Shamira was dan wel realistisch. Die zei van, nou ja, we gingen ergens in Afrika zaten te draaien. Ik vind het wel prima. Ik neem een A7S mee met een paar lichtbalkjes en gaan. En ik denk dat dat wel de kracht is van, oké, wat wil je uiteindelijk vertellen en hoe ga je het vertellen? Dan is gear ondergeschikt. Dus dat vind ik een belangrijke. 2, klinkt gek, maar maak ook keuzes waarmee je het allemaal gaat opnemen. Want vandaag de dag kan je een GoPro kopen voor een paar honderd euro. Hang je hem erbij. Heb je weer een stream erbij. Maar hoe meer materiaal, je moet er ook allemaal doorheen. Kost allemaal tijd. Indirect dus ook geld. En hoe vaak gebruik je het nou echt in de montage? En wat is de toegevoegde waarde van het shot? En denk daar ook over na. Hoeveelheid data vandaag neemt alleen maar toe. En uiteindelijk moet het wel een toegevoegde waarde hebben. En ik denk ook dat geluid, want dat hebben we het al over gehad. Aan de voorkant ook in de pre-productie, dat ik denk van geluid is extreem belangrijk. Hoe ga je om met geluid en wanneer zet je welke geluidsdingen in om echt tot een goede mix te komen uiteindelijk? Als je geen geluid hebt, heb je niks. Dus ik denk dat vind ik echt een belangrijk ding. Ook bij ons,
in de post. Ik denk van, daar wordt gewoon te weinig aandacht aan gegeven. Ja, en zet bij de beauties je cameramicrofoon aan. Hè? Dat soort dingen deden we vroeger veel vaker. Dat je dacht, ja. Nee, maar dan heb je wel veel, of naderhand eventjes de set noise nadraaien. Hele kleine moeite als geluidsman. Even daarna, even, en dan heb je toch even een lekker dingetje onder het interview leggen. Waarbij je toch wel dingen, iets meer mogelijkheden hebt in de audio nabewerking. Ja. Nou had ik er. Ja, je hebt er drie, maar we moeten hem ook echt afronden. Want voor de mensen die nu net die klaar zijn met lunch, die weer verder moeten werken, die kunnen dan weer verder gaan werken. Dit was namelijk de ene laatste Lunch & Learn voorlopig. Hè. Aanstaande vrijdag hebben we dan de laatste. En dan hebben we Jeffrey Meijer. Jeffrey Meijer is regisseur en zoon van Orgel Joken. Als je Orgel Joken nog niet kent, nou, dan moet je dat even gaan opzoeken. Dat is echt geniaal. Dus die zit hier vrijdag. En dan sluiten we af met een feestje. Dit was hem weer. Ja, stay home, stay safe. Somewhere in Loosdrecht. Ja. Ja. We have got Ari Amira, a Panasonic Varicam LT. Audio, all sorts of lenses, action cameras. Ja, heel veel spullen. Jongens, volgens mij draait het niet alleen maar om de spullen, hè? Kom op. En die rook, een beetje overdreven. Het draait om de mensen en hun creativiteit. Is hij goed? Ja, staat erop. Hoi. Kijk bijvoorbeeld naar Lucas, de koning van het inparkeren. Yo. Of Ryan, die gewoon heel lang zijn adem in kan houden. Want, laten we eerlijk zijn, die spullen kan tegenwoordig iedereen kopen. Deze heeft altijd in de garage gestaan. Van een oud vrouwtje geweest. En speciaal vandaag met de high-end achteruitrijcamera. We houden van korte lijnen met de makers. Die en zitten graag aan tafel tijdens de pre-productiefase. Fijn dat jullie er zijn. Onze eerste draaidag is over 4 jaar. Want we bereiden ons graag goed voor. Jongens, hoe lang denken jullie dat het nog gaat duren? Want ik wil zo gaan afsluiten. En zijn ook kort en bondig als het moet. Wil je nou toch nog meer informatie? Dat snap ik best. Dan kun je naar www.hoenscreative.com. Yo! Later!